Het zijn spannende tijden voor de Belgian Cats. Deze week strijden ze voor een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio. Mede dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij heeft Basketbal Belgium het beslissende kwalificatietoernooi naar Oostende kunnen halen. Ik ging een kijkje nemen tijdens een van hun laatste trainingen. Dit zijn dus de Belgian Cats en ik heb een afspraak met Emma Meeseman, dat is nummer 11. Daar staat ze. En die is vorig jaar uitgeroepen tot Most Valuable Player als eerste Europese vrouw ooit. Dus dat is hier helemaal niet de eerste, de beste. Dat is hier de ene goal na de andere. Weer een punt. Dus ik denk dat we de best mogelijke versie van onszelf moeten zijn. We hebben het over geschiedenis schrijven, onze dromen waarmaken, maar we zijn er nog altijd niet. Ja, meer kan ik echt niet zeggen, het is gewoon super spannend. Het is aanschuiven. Dankjewel. Hallo. Hallo Emma, ik ben Julie. Zeg Emma, kun jij mij snel eens een lesje basket geven? Ik ga gewoon mee met die bal duwen naar de grond. Oké, ik ga nog eens scoren. Goal. Hey, dat was een driepunter. Alright, heb jij er nog plezier in? 100% zeker. Ik denk aan dat ik anders helemaal niet zo willen doen. Dus ik doe het 100, 200, 300% zeker graag. Want het is je job echt, hè? Pas. Kijk, ik heb gehoord dat jij nu gaat eten. Ja. En ik mag straks meekomen. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is jullie eetzaal. Daar zit het hele team. Ja. Weet hier Canada, Japan, Zweden zit daar ook. Ah, alle teams zitten hier te samen. De tegenstanders zitten allemaal samen. De beeld. Oké. Is dat eigenlijk een hele eer dat dat hier in België, in Oostende, doorgaat? Dat is zeker een eer. Het geeft wel het teken dat FIBA, dus de overkoepelende organisatie, dat die wel er vertrouwen in hebben dat we daar een mooi evenement gaan van maken. Oké, er gaat veel volk komen. Dus uitverkocht. Uitverkocht, dat is goed, hè? Situatie uit, ja. Ja. Waar speelde jij nu, Emma? Op dit moment in Rusland, Ekaterinburg. Ja. Kun jij ja. Een beetje Russisch of... Tjutje. Een beetje. Oké. Ik kan een menu lezen, dat is het belangrijkste. Mijn lievelingseten is borscht. Dat is een Russische soep. Russische soep met rode bieten. Ja. Super lekker. En weet jij wat het hier vandaag is? Ja, ik denk sowieso kip en groentjes. Wat is uw lievelingseten? Mama's eten. Alles wat mama klaarmaakt. En als ik mag kiezen, dan is dat hespelletjes. Doe mee, gewoon. Ja. Moet jij veel opofferingen doen voor de sport? Ja, het meeste sociale leven natuurlijk. Mm-hmm. Mijn familie en mijn vrienden, die eten niet zoveel door het jaar. Ik heb een heel leuke ploeg in Rusland, waarmee we veel samen doen. Er is wel veel keuze, hè? Dat zou soep zijn. Soep? Ah, salaat. Smakelijk. Daarmee gaan we beginnen. Ja. Good luck. En tot de volgende keer. Ja, tadaa.